een besjes en vier frambozen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag en vandaag is het de eerste zomervlog, want vandaag zijn we 21 juni. Ik heb net gezwommen, ik heb mijn haar ook meteen een keer gewassen, anders kan ik er echt niks mee doen de volgende dag. En nu ga ik een rijsttafel eten en een beetje drinken. Ik heb trouwens vandaag 60 lengtes gezwommen. De vorige keer had ik er 32 en de keer daarvoor had ik er 50. Ik zit hier nu in mijn bureautje, want ik ga Sims spelen. Maar eerst nog één koekje en nog een beetje drinken. Waarom ga ik de Sims spelen? Omdat sinds vandaag de Sims 4 eilandleven uit is. Yay! Ik keek er de afgelopen dagen echt zo hard naar uit en nu is het eindelijk zover. Ja, regelmatig als mijn muis omgekeerd is, want het is zo een draadloze muis, dan doe ik hem heel vaak omgekeerd en dan denk ik, dat klopt niet. Dit duurt lang. Ik weet niet hoe dat komt, want daar straks ging het echt veel beter, maar nu wil ik het al 5 minuten. Ik wil het niet op afsluiten, want ik heb het niet opgeslaan de laatste keer. Mijn Sims zit echt al een half uur of zo vast, dus ik ga stoppen en productief worden. Ik heb nog even een tekst gecontroleerd en nu ga ik me klaarmaken, want ik word straks bij mijn mama verwacht en daar ga ik eerst nog een aantal dingen doen voor het tijdschrift. Ik ben bij mijn ouders thuis, alhoewel mijn ouders zijn hier momenteel niet en ik heb mijn zus. Mijn ouders gaan werken. Nu ga ik besjes plukken in hun tuin. Net aardbeien gegeten, dat waren de aardbeien die ik heb gekweekt. Had gekweekt en misschien is het wel tijd om nog een keer een tuintour te doen. Mijn besjes en vier frambozen. Ik hoop dat ik hiermee genoeg heb, anders ga ik terug moeten komen naar de tuin, want nu heb ik even rugpijn. Mijn besjes trekjes hangen zo laag. Ugh. Als je benieuwd bent wat ik hiermee ga doen, moet je maar kijken naar bloggen naar zij of haar juli 2019. Ik ben goed. Ik ben dus vandaag met mijn mama geweest. Ik ben mijn gsm daar vergeten. Dus dat betekent dat ik nu gewoon eventjes zonder gsm moet doen, want ik ga echt niet terugrijden. Het is niet zo heel ver, maar het zou stom zijn. Vooral omdat ik ze zondag al terug zie. En mijn zus zaterdag naar hier komt. Dus morgen eigenlijk al naar hier komt. En deze worden nog niet ontdooid, dus ik ga deze nu even laten ontdooien. En ondertussen ga ik verder Sims spelen. Ik ga morgen met de trein weg, wat dan niet super handig is zonder gsm, omdat ik mijn gsm ook gebruik als navigatie als ik rondwandel in een stad, maar het zal wel lukken. Waarom duurt het laden zo lang vandaag? Ondertussen aan het kijken naar TikTok. Love TikTok! Oh ja, comment even je gebruikersnaam hieronder. Als je ook op TikTok zit, dan volg ik je misschien. Ik zet even de tijd hieronder, hier in de video, om aan te tonen hoe lang dit duurt. Oh my god, het is eindelijk laden. Ik ga ook hier nog even de tijd onder zetten, omdat je zou weten hoe lang ik heb moeten wachten. Nu hopen dat ze haar zonnecrème aanbrengen. Die spring je zonnecrème aan. Och, anders verbrand je maar. Stomme zeemermin. Het rust van mijn wijl. Ik ben gewoon aan de slag gegaan met mijn nieuwe Sims. En ik denk dat het effectief door het spel was. Dat vast dat door het Sims spel. Ik heb de hele tijd Sims gespeeld. En nu ga ik tv gaan kijken. Eerst en eten uiteraard. Want ik heb nog niet gegeten. Vegetarische worst en broodjes. Ik heb nog tot nu Sims gespeeld. Het is nu ongeveer 10 uur. Nu ga ik in mijn bed kruipen. Slaap zacht.
Dit was het dan voor deze vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder als je nog meer zomervlogs wil zien. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels! Ik ga hem straks uittrekken.